Hallo, welkom bij vlogboek nummer 24 met de volgende boeken. Anna Eekhout, Dogma, Robert Vuijsje, Alleen maar nette mensen en Jan van Mersbergen, Naar de overkant van de nacht. Anna Eekhout debuteerde vorig jaar met Dogma, een boek waarin vanaf de eerste pagina de dood aanwezig is. Het verhaal draait om een groepje vrienden die een bijzondere documentaire wil maken, namelijk het in beeld brengen van een zelfmoord. En het plan wordt levensecht wanneer een van de vrienden besluit de hoofdrol op zich te nemen en voor de camera's zelfmoord te plegen. Ik ben Hidde Walheim. En vanavond ga ik dood. Het bijzondere aan het boek is de vertelvorm. Het zijn namelijk 5 perspectieven waarin de personages in de ik-vorm spreken. Het boek is als het ware een uitgeschreven documentaire waarbij de personages in de camera praten. En dit wisselende perspectief met al die ikken is wel iets waar je van moet houden. Bij de combinatie film en dogma is de link snel gelegd met de Deense filmmakers uit de jaren 90 van de vorige eeuw die onder de noemer dogma films maakten met strenge regels. Tak voor die mange ord. Og tillykke med det. Perfect getroffen tijdsbeeld van een generatie met open wonden. De stemmen zijn ingenieus gecombineerd en getuigen van een scherp psychologisch doorzicht. De naderende dood staat centraal en ondertussen hebben de personages hun alledaagse problemen en zijn ze op zoek naar hun eigen identiteit, zoals de meeste twintigers. Het boek is geloofwaardig en werkt naar een iets minder geloofwaardige climax toe. Het zijn erg veel pagina's en het gaat erg traag. En al aan het begin weet je dat er een documentaire komt, maar pas in het midden van het boek gaan ze daadwerkelijk filmen. Een boek met een makkelijk leesniveau, thematisch en psychologisch interessant, maar tijdens het lezen over deze documentaire ben ik vooral aan het nadenken hoe spannend die echte documentaire wel niet zou kunnen zijn. In ieder geval spannender dan dit boek. De mens heeft een eigenaardige gewoonte als het gaat om menselijk inzicht. We denken regelmatig in vooroordelen. Wanneer vooroordelen worden uitvergroot, kan dat als humor worden gezien. Of mensen worden er ongemakkelijk van, of zelfs boos omdat het als discriminatie aanvoelt. Je mag het niet zeggen, maar het zou alweer een buitenlander zijn geweest. Of een allochtoon. Of allebei. Het boek Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje werd bekroond met diverse prijzen en bevat sterk uitvergrote culturele stereotypen en is daardoor een omstreden roman. Verwijten die het boek krijgt is dat het vrouwonvriendelijk is, discriminerend, seksistisch en stereotypen bevestigend. Wat is nu het geval? De hoofdpersoon David Samuel, een Joodse jongen uit de Amsterdamse kakbuurt Oud-Zuid, wordt vaak aangezien als een Marokkaan. Hij is uitgekeken op zijn brave blanke jeugdliefde Naomi, die gek is op Hello Kitty, en hij is op zoek naar zijn exotische droomvrouw, een intellectuele negerin. David begeeft zich in een wereld van platte seks, ontrouw, fastfood, sieraden en gouden tanden. Tja, subtiel is het allemaal niet, maar je moet het boek ook niet al te serieus lezen. Het is een pastiche en een parodie op de multiculturele samenleving. Hoe donker ze is, hoe dichter ze bij de natuur staat. Maar aan de ene kant de stereotypen worden bevestigd en uitvergroot, worden ze aan de andere kant weer afgebroken. De wat dommige hoofdpersoon maakt het allemaal niet zo heel veel uit en overschrijdt culturele grenzen. Een makkelijk te lezen boek waarin ook chatsessies en sms'jes voorkomen. En verder is het gewoon zo'n verhaal over iemand op zoek naar liefde en identiteit in combinatie met over de top karikaturen en flauwe seksistische grapjes. Geen hoogdravende literatuur, maar textueel vermaak. Een satire waarin zelfs de opmerkingen over R&B-ster R. Kelly niet serieus genomen kunnen worden. De carnaval is net weer geweest, is niet mijn favoriete feest. Maar goed, ik kom daar ook niet van onder de rivieren, dus ik ben geen ervaringsdeskundige. Naar de overkant van de nacht van Jan van Mersbergen speelt zich af tijdens een lange carnavalsnacht. Of zoals Limburgers het noemen, vastelavond. Zoiets. Hoofdpersoon Ralf staat verkleed als een veerman carnaval te vieren en heeft op zijn buik een scheurkalender om het aantal drankjes bij te kunnen houden. Dat aantal loopt in de tientallen en terwijl hij zich verliest in een roes, leest hij zijn overdenkingen en observaties tijdens de avond en denkt hij in flashbacks aan het thuisfront, aan zijn vrouw Sarah en 4 kinderen, onder wie een gehandicapte tweeling. Die man die drinkt behoorlijk, werkt heel erg op de associatie. De ene zin zit hij met zijn kinderen thuis, de andere zin staat hij aan de bar. Het boek is een zogenaamde stream of consciousness, oftewel een tekst waarin je constant de gedachten leest van een personage. In dit geval een dronkenlap die op weg is naar een flinke kater. Waar carnaval vaak wordt gezien als het feest om jezelf te verliezen, lezen we hoe dit verliezen een tragische kant kan hebben. Ralf zit in een identiteitscrisis, een midlife crisis. Hij is een veertiger en hij twijfelt over wie hij nu eigenlijk is en van wie hij houdt. Een man aan wie je in de werkelijkheid direct een hekel zou hebben. Maar het knappe is dat Van Mersbergen er geen pathetisch
esthetisch geheel van maakt, maar een literair kunstwerk. Van Mersbergen schrijft met het hart wijd open, maar weet te alle tijden het goedkope sentiment te vermijden. Van Mersbergen schrijft met zulke precieze dronkenmanszwierigheid dat de roes en de vermoeidheid en de emoties van zijn personage bij vlagen volkomen aanstekelijk worden. Straks aan de heuvelkant van de nacht doorwachten we your song. Een lastig lezenval, want veel dingen lopen door elkaar heen tot aan carnavalsliedjes aan toe. Je voelt de dronkenschap van Ralf die er zelf af en toe geen touw meer aan vast kan knopen. Tel daarbij op een portie symboliek en gestileerde metaforen en je hebt een vorm van carnaval die leidt tot complexe maar sfeervolle literatuur. En die eindigt met de vraag of Ralf nu zelf ook de overkant heeft bereikt of dat hij teruggaat naar waar hij vandaan kwam.